vandaag dinsdag de 27e, 28e. Ik heb een zin zelfs gisteren. Zoals je ziet, ik ben weer op het werk. En ik wil het even met jullie hebben over een paar dingetjes. Oké. Wacht even. Ik wil een testje doen voor me. Oké. Ik wil het eventjes met jullie hebben over dit wat ik heb gezien in nieuws. Echt, jongens, die kan niet. Er is een meisje, die is gevlucht, samen met hun ouders. Ze heeft van Oostenrijk naar hier toe gekomen. En in Oostenrijk hebben ze in elkaar geslagen. Heen. Dus, ze is gevlucht hier naartoe. En wat we in Nederland doen, stelletje. Sukkels. Ja, ik noem ze sukkels, als ze dat zijn. We willen hem terugsturen naar Oostenrijk. Dan denk ik ook eens op hallo. Zijn jullie al helemaal van een lotje gepikt? Ik bedoel, je kunt mensen niet terugsturen. Maar een land waar ze uit weggejaagd zijn, ten eerste. En ten tweede, ze hebben hier dus tenminste een toekomst. Laat ze hier blijven. Je gaat toch niet iemand terugsturen naar een land toe wat niet heeft. En ze zijn gevlucht en ze zijn naar ons gevlucht. Dat doe je toch niet? Oké, nou ga ik op een heel gevoelig punt aan. Neem nou de Marokkanen. Marokkanen zijn slecht, bla bla bla. Kijk. Laat me op één ding duidelijk zijn. Niet alle Marokkanen zijn slecht. Goed, er zitten er een aantal bij die zijn slecht bezig. En er zijn ook goede Marokkanen. En als je gaat lopen zeggen, ja, Marokkanen is slecht. Misschien iedereen op één kan. Dat moet natuurlijk ook niet. Ja, toch, of het kon gelijk. Nou, in ieder geval waar ik mee door wil. Zeg maar, als je Marokkaan terugstuurt naar Marokko. Er is oorlog in Marokko. Er worden aanslagen gepleegd. En je stuurt ze daar naar terug. Afleveren ze never nooit. Ik dacht als een meisje dat nu terug moet naar Oostenrijk samen met ouders. Ze worden vermoord daar hoor. Echt. Als ze nu al in, of als ze daar al in elkaar geslagen worden. Wie weet. Wat er dan met hen gaat gebeuren. Nee. Als dat gebeurt, jongens, dan schaam ik me diep voor Nederland. Echt waar. We zijn toch met z'n allen één. Kom op, zeg. We zijn nu bezig met een petitie aan het tekenen. Iedereen. Als ik de kans krijg, dan ga ik ook tekenen, hoor. De regering is gewoon gek bezig. Wat? We hebben helemaal geen regering. Ze zijn druk bezig met hun eigen haagje aan het redden dan ons te helpen. Laat me ophouden, Geert Wilders. Laten we daar maar niet over beginnen. Dus, leuk nieuws. Ja. Vandaag ga ik vanavond. Ga ik naar de auto toe.
aan mijn koffie wil drinken. Sorry jongens, ik ben echt zoals een mooie koffie, anders dan kom ik niet goed. Ik ga vanavond dus naar Ozo toe om mijn programma opnemen. Dus dat is leuk. Ja. Moet ik dus het programma nog gaan nemen. Maar jongens, wacht even hoor, dit werkt niet. Nou jongens, hopen dat het vogeltje snel gelegd wordt. Ik weet niet of hij nou dood is of dat hij nog leeft. Maar zijn pootjes staan helemaal plat. Dus dat is geen goed teken. En ik was zo graag dat een feestje eraf komt. En ik vind het zo sneu. Die zat al weer weg. Ik wil het vogeltje eraf hebben. Daar heb ik dan altijd zo hekel aan, hè? Als je nog leeft, dan is het heel snel om hem dan niet te helpen. Weet je wel? Dus dan probeer ik zoveel mogelijk dat beestje te helpen. Ik ben wel eens een beetje. Als er iemand de nood is, een vogeltje nood, dan help ik. Ik wil er ook heel snel komen. Ik denk niet dat hij het langer heeft. Waarschijnlijk is hij aangevallen door een andere vogel. Of kaart tegen de ramen aan gevlogen. Dus hopen dat hij nog leeft. Dan kan ik misschien nog wat doen voor hem. Of zo niet. Of het is niet verdeeld in mijn kanaal. Maar als hij nog leeft, dan neem ik hem mee naar huis. Hoe, dan moet ik nog even kijken. Ik denk dat ik hem dan achter op mijn ding doe, achter op mijn fiets. In mijn doosje. Met mijn plastic zakken en papier eronder. Dat ik hem dan thuis even brood geef of zo. En water. Echt wat het arme beestje. Dat vind ik wel zo snel, hè? Ja, daar komt hij aan. Och. Kijk of het vogeltje overleefd heeft. Ja, of niet.